Mijn naam is Francis van Broekhuizen en ik speel de rol van Junon in de operette Orphée aux Enfers van Jacques Offenbach. Het leukste om te doen tijdens de repetities is het uitzoeken waar je ten eerste allemaal moet gaan staan en zitten. En dat noemen we dan verkeer regelen een beetje. Hè? En dan kom je, dat vind ik altijd zo geestig, dan kom je op een gegeven moment tot een rol. Omdat je de teksten ga je doornemen en je gaat de liederen zingen en de muziekjes. En in een operette wordt er ook gesproken tussendoor. Het is een beetje musical, maar dan voordat er musical was. En dan ga je eigenlijk je personage leren kennen, je leert je tegenspelers kennen. En dan is die zoektocht naar wat zitten we hier eigenlijk te doen op het toneel, die is eigenlijk heel leuk om te doen. En er wordt ook veel gelachen, en zeker in zo'n stuk als dit, want dit is een heel geestig stuk. Ik heb nog niet echt hele erge favoriete muziekstukken, behalve dat natuurlijk de cancan. Want ik kende het eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus toen ik het ging studeren, dacht ik, oh, daar heb je ineens die cancan. Die zit helemaal aan het eind. En die kennen we natuurlijk allemaal. La, 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 la. Dat kennen we allemaal van Le Moulin Rouge. En dat is echt super bekend. En dat is natuurlijk super leuk. Maar toen ging ik het verder studeren. En dan hoor je eigenlijk dat al die muziek die erin zit heel erg sprankelend is. Hele snelle teksten. Dus ik breek nog mijn bek erover, weet je wel. Maar wat gewoon echt mooi is, is ik weet alleen maar waar ik natuurlijk in zit, want ik heb die andere stukjes nog niet gezien. Maar wij worden wakker in de hemel. Hè? Liggen we te slapen even aan een stuk. En dan zingen we ook echt zo heel slaperig en een beetje geverig. En dat is hele mooie muziek, is dat. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik heb een eigen aria of een couplet de baiser, waarin ik allemaal kusjes geef aan iemand. En dat is ook een heel leuk lied, echt Offenbach. Nee, het is allemaal heel, heel vrolijk, heel snel, heel levendig. Het is niet dat je zegt van er zitten enorme grote aria's in. Ik geloof misschien wel van Eurydice, maar die moet ik nog even horen. Die weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Wat maakt deze productie zo bijzonder? Ik heb natuurlijk nog niet alles gezien, maar we hebben al bij de presentatie gezien hoe het eruit gaat zien. En dat vond ik heel erg leuk, dat het lijkt op een hele ouderwetse toneelbeeld zoals in de 18e eeuw. En dat leek me altijd al zo leuk, weet je wel, met van die kartonnen wolken en kartonnen zuilen. En eventueel, ik zat ook nog te hopen op van die zeerollen, weet je wel, die ze zelf zo vroeger rolden. Maar die hebben we niet, want we zitten in de hel en de hemel, dus er is helemaal geen zee aan te pas. Maar ik vond al dat het er heel erg leuk uitzag. Wat heel leuk is dat we met een heel groot stuk cast van Fantasio terug zijn gekomen. Want we hebben een aantal jaar geleden hebben we ook bij Opera Zuid Fantasio gedaan van Offenbach. En een aantal van die mensen zitten er nu weer in. Zoals Anna, de mooie sopraan die toen de hoofdrol had. Die zingt nu Diane, de jaagster. Weet je, we zijn allemaal goden. En Roger Smeets, dat is mijn man nu. Jupiter. Dus wij zijn zogenaamd de hoofdgoden. Nou, dat is ook wel gelijk te merken, want we hebben de hele tijd ruzie en zo. Maar volgens mij wordt het heel erg kleurrijk, prachtige kostuums. Ik moet blijven het zeggen, maar de kostuumafdeling van Opera Zuid blijft voor mij de beste kostuumafdeling van Nederland, want die maken echt zulke prachtige kostuums. Dus alleen daarvoor al moet je komen kijken.